Welkom bij NH Leeft en we zijn vandaag bij de NK Palingroken. Jawel, het bestaat de Nederlandse kampioenschappen Palingroken in Kortehoef. Kortehoef is een prachtige dijk, hele lange dijk en die staat vandaag helemaal blauw. Want meer dan 100 deelnemers vandaag proberen hier de lekkerste paling te roken die ze maar kunnen krijgen. We zijn erbij met NH Leeft en ik doe het niet alleen vandaag. Erik Jan die loopt hier ook een uur lang met jullie over de dijk. Erik Jan, waar ben je? Ja, ik sta iets verderop, Heste. Ik sta bij de stand van de gebroeders Kei. We hebben hier Bad en Harm Kei. Harm is die jongen daar die er net bovenuit steekt. Die is keihard aan het werk. Ze doen al ruim 20 jaar mee. En ze staan stevast in de top van het klassement. En ik ben natuurlijk benieuwd naar hun geheim. Dat ga ik zo meteen te weten komen. Eerst terug naar jou, Heste. Ja, het is een felbegeerde titel. Ja, je kan het misschien niet voorstellen, maar toch is dat zo. Waarom dan? Waarom dan? Nou, het is toch een hele eer om je nationaal kampioen van Nederland te kunnen noemen van de best gerookte paling. Dat is ook zo en het is ook een vak apart, begrijp ik, want ja, zo'n goede paling roken, dat krijg je niet zomaar voor elkaar. Nee, zeker niet. Daar is een hoop werk aan vooraf en dat gaat het al met het schoonmaken van de paling, het zouten. En iedereen heeft weer zijn geheim met zijn eigen tonnetje, met het soort hout waarmee ze roken. Ik heb geloof ik nog geen twee dezelfde ovens gezien. Nee, en vaak maken ze die ook zelf, hè? Dus ik weet het verder eigenlijk ook niet. Het is het geheim van de smid, om zo maar te zeggen. En het is echt wel een vak. Je krijgt het niet zomaar voor elkaar, zo'n goede paling. Nee, het is ook echt iets ambachtelijks. En waarom is het ook extra leuk? Omdat het toch een beetje op deze manier, zoals het hier gerookt wordt, een uitstervend iets is. Want natuurlijk, er bestaan palingrokerijen, maar die zijn heel groot. Dus er gaat echt bulk in om te roken. En hier is het kleinschalig, dus het is nog nauwgezetter en specialer waar je op moet letten. Ja, nou, we gaan het allemaal zien. Er zijn meer dan 100 deelnemers en doen hun allerbeste best om de beste paling hier te roken. Dus wij van NH Leeft zijn erbij vandaag. Hier heb je bijvoorbeeld de hangjongeren, wil ik even naar gaan vragen. Meneer de hangjongeren, komt u eens even hier. Ze zien er wel heel hip uit voor palingrokers, vind ik, want er zijn heel veel mensen in klederdracht. Hallo. Je bent de hipste palingroker die ik tot nu toe gezien heb, denk ik. Ja, bij Zampies zijn we de hipste, ja. Ja, ja. En de jongste en ook? De jongste, ja, dat denk ik wel, ja. En is dit de wedstrijdpaling? Dit is de wedstrijdpaling. Oh, echt? Dit is ze ook? Vertel. Dat kun je zien aan die chipjes wat ze erin hebben gezet. Dus het zijn kwekenpaling. Ik rook nu twee verschillende palingen bij elkaar in één hang. Ja. Vandaar ook hangjongeren. En je kunt zien dat de ene ook al wat... Dat ik dat al een klein beetje gerookt heb, omdat die kweek zijn. Luister nou, hè? Je bent heel gefocust nu. Het is nu wel cruciaal, ja. Kijk, want nu komen ze bij elkaar en ja, dat is dat is wel leuk. Hoe is de lucht? Ik geloof dat er ook een goede trek in de lucht moet zitten. Ja. Vanmorgen was het beter dan vanmiddag. Maar vanmorgen ging dat vuurtje. Kijk, nu is het heel kalmpjes, hoor. Rustig vuur. Ja. Nog speciaal hout erin? Eikenbeuken, dat is standaard. Daar moet je niet mee goochelen. Eikenhout, hij zegt eikenhout. Eikenbeuken. En die voorste zijn dus de wedstrijdpalingen. Ja. En wat hangt daar dan achter? Is gewoon privépaling. Nee, om te verkopen. Ieren om te verkopen, ja. Bij al van goede kwaliteit paling. En ieren, ja, als u paling wilt proberen, nog nooit gaat, koop ieren. Want dat zijn de beste. Maar die wedstrijdpaling is niet de beste paling? Dat is kweek inderdaad. Dat is een beetje B-paling. Ja. Je moet van houden wat op een toosje meestal komt, dat je in een pakje koopt, dat is ook kweek. Ja, dat kun je niet fileren. Nee. Dus dit is een slobberpaling. Hè? Een slobberpaling? Een slobberpaling noemen we dat. Dus dat iedereen die gewoon de allerlekkerste paling wil hebben, die moet vandaag naar Kortehoef eigenlijk. Ja. Want hier wordt gewoon de top of the bill paling. En hoe staat het ervoor? Maak je een kans? Ga je voor die nummer 1? Wij gaan zeker voor... Nou, nummer 1, dat is voor mij nog onmogelijk. Heb je nog niet genoeg ervaring voor? Kijk, als je kijkt naar die mensen hier. Die doen het jaren professionele rokerijen. Kijk, het moet wel realistisch blijven natuurlijk. En top 20, dat vind ik geweldig. Als ik dat haal, dat is geweldig, ja. Nou, de hangjongeren die gaan voor de top 20. Want je hebt veel ervaring nodig, begrijp ik wel, om echt de toppaling te roken. Erik Jan, waar ben jij verzeild geraakt inmiddels? Ja, ik ben nog steeds... bij de gebroeders Kei. Ik sta naast Harm Kei uit Den Oeven. En ietsje verderop, daar we zien hem er bovenuit steken, dat is Bart Kei. En Bart komt uit Enkhuizen. Ja, we hadden net al, Hesse sprak al, mensen die de lekkerste paling maken. Hier staat ook de lekkerste paling. Ja. Is dit dan echt de lekkerste paling?
Dat moet iemand anders natuurlijk uitmaken. Niet zo bescheiden. Ja. Nee, we hebben 3 keer het NK gewonnen. En toen hebben we ook wel gedacht eigenlijk eerder al van dan hebben wij gewoon het bedrijf de lekkerste paling. En dan moeten we gewoon elke keer proberen onze naam wel waar te maken. Ja, dat is nog wel wat druk hè, die jullie zelf opleggen. Ja, dat klopt. Dus wat is jullie geheim? Ja. Ja, dat kan ik niet zeggen. Ietsje. Opletten en je best doen. Dat is het belangrijkste. Dus telkens je ziet me met hand erbij gaan. En je moet weten in welke fase van het roken de paling is. En je moet echt blijven opletten. Jullie doen al bijna 20 jaar doen ze al bijna mee met het palingroken. Waarom is palingroken zo leuk? Palingroken is leuk omdat je ten eerste met je handen bezig bent. Ten tweede omdat het... Je bent iets lekkers aan het maken, hè? Dus net als koken, maar dan roken. En ten derde, we zetten eigenlijk de traditie voort van 3 generaties voor ons. Die zijn begonnen met paling roken en wij zijn als kleine jongens van 6, 7 jaar ook begonnen. Je had eigenlijk geen keus? Nee, ik had helemaal geen keus. Nee. U hebt net een zwikje paling gekocht. Het eerste wat u deed was zo even die neus zo die zak in. Ja, heerlijk. Doe nog eens dan. Het ruikt zo lekker. Ja. Waar komt u vandaan? Almere. Ja. En u dacht, ach, ik moet er even heen? Ja, ik hoorde een vriendin zeggen, die zei, er is een palingwedstrijd en een rokerij. En dan gaan we een keer kijken. Nou, dat vind ik heel leuk. Ja. Wat vindt u ervan tot nu toe? Ja, heel veel rook. Ja, dat is, nee, verrassing, ja. Ja. Heel veel rook, maar wel, het ruikt goed. Het is goed. Heel veel rook. Ik denk dat niemand in korte hoef zijn was buiten heeft hangen nu. Ik denk het ook niet, hè? Ik denk ook dat je het ook nog in je kleren lang blijft ruiken. Dat denk ik inderdaad, ja. Maar mag ik ook even... Lekker. Oh. Ja, lekker. En wat, hoe is het nog speciaal? Of u dacht, ik vlieg gewoon naar de eerste paling die ik zie? Nee, ik kreeg een tip van een vriendin van mij. Ze zegt, ik heb verleden jaar hier ook gehaald. Dat is erg lekker, zei ze. Dus vandaar. Deze mannen doen het goed. Uit Spakenburg komen ze vandaan. Er wordt zelfs tot in Almere over ze gepraat dat ze het goed doen. Kijk, zo is het. Nou, er wordt hier natuurlijk wel met verse waar gewerkt. En dan mag je eigenlijk niet zomaar van alles en nog wat mee uithalen. En daarom zijn er 's morgens hier op deze lange dijk heel strenge hygiënechecks. Zodat het wel goed gaat met al die verse palingen. En Erik Jan die was erbij. Uitstekend. Dank je wel. Okay, het gaat redelijk goed, ja. Heel snel vandaag. Het regent niet, hè. Dus dan kunnen we makkelijker met onze papieren omgaan en dan vliegen ze erdoor. Maar we hebben er al een hoop gehad. En waar letten jullie op? Ah, op de temperatuur, dat is het belangrijkste. Want dat moet onder de 70 graden zijn. En we letten op de hoeveelheid. Maar daar hebben we op dit moment wat minder last van. De mensen hebben toch minder paling bij zich als dat toegestaan is. We willen ook even uw paling zien. Ja? Ruud Hoek. Ook goed, uitstekend. Ja. Het moet minder dan 7 graden zijn, willen ze op ons terrein komen. En het gaat digitaal, gaat heel snel. Dus als je erin prikt en je houdt het onderste knopje in, dan hij loopt daar direct naar de temperatuur die dit heeft. Wat gebeurt er met deze auto? Deze auto moet apart gezet worden. De paling is niet koud genoeg. Dan moeten ze eerst ijs gaan halen. Bij ons hebben we dat in een auto staan, in een koele auto. Dan moeten ze het ijs erbij doen. Dan gaan we daarna weer temperatuur opnemen. Als het onder de 7 is, mag die erop en anders mag die er niet op. Streng? Nee, dat is niet streng. Nee, ze weten het. Staat overal in. Ze moeten het gewoon doen. Maar dit is een nieuwe. Ja, die moet er even aan wennen. Hey, doei! Waarom alle mensen komen kijken? Ja, ik weet het niet. Het is de reuk, er is de gezelligheid. Al die mensen zien elkaar en ja, het is toch historie. En dat moeten we bewaren. Hè? Kijk, en vanavond heb je wel dat je kleding natuurlijk naar rook ruikt. Maar ja, dat moet je maar voor lief nemen. En wat zegt uw vrouw dan? Oh, dat hoort erbij, hè? Dat hoort erbij. Steekpennen, hoeft niet. Daarom niet. U bent de organisator van de gondelvaart, hè? Zo zeg ik het goed. Ja, ik moet het even corrigeren. Ik was dat 33 jaar lang mede-organisator. Sinds 1 jaar ben ik er dus uit. Maar zijdelings moet ik toch wel even wat adviezen geven. Waarom bent u er 1 jaar uit?
Nou, ik vind als je dit 33 jaar gedaan hebt en je bent al dik over de 70, dan moet ik je stoppen. Mm-hmm. Dan moet de jeugd het leren. He, dus dat is de reden dat ik ermee gestopt ben. En als het misgaat, dan stap ik er gewoon weer in. Ik ben een aantal keren in Venetië geweest. Dat is natuurlijk de stad die bekend is van de gondels. Ja. Hoe gaat dat hier in Kothoef eraan toe? Nou, het is hier erg knus. We hebben maar een stuk of 8 gondels. Dat zijn pramen, boten waar vroeger hooi mee werd gehaald van het land. En die zijn heel van dichtbij te bekijken. En dat is echt leuk. En ja, veel kinderen doen mee. En er wordt van alles uitgebeeld. Het is geen thema, maar het is gewoon een prachtig gebeuren. Wacht even hoor, meneer. Rode pootjes. Dat is helemaal geen paling. Nee, die zitten daarin. Voor de laatste, dan nemen ze meestal die paling mee. Hè. En dan komen ze warm met de vat vandaan en dan ben je ze kwijt. Oké, okay, dus dat is boon. En zit de wedstrijdpoon er nog in? Dit is de IJsselmeeral, echt IJsselmeeral. Is dat bijzonder? Dit is het bijzonderste. Waarom? Die zijn bijna uitgestorven? Ja, precies, omdat ze uitgestorven zijn. Nou, dat is ook een beetje treurig. Nee, deze zijn de duurste. De duurste paling die er op Urk te koop is. Oh, hoe duur is die dan? Nou, die loopt op van 14 euro rauw per pond. Ja. En dan waren in het begin van het seizoen is het meestal 7 euro. Maar door het later, omdat ze 1 september moeten stoppen, ja, loopt die prijs natuurlijk een morgen op. Dus hier moet je zijn voor een allerlaatste topdelicatesse. IJsselmeeraal. Dat is paling, kijk. Die kun je pakken. En dat is een echt IJsselmeeraal. Wat bedoelt u dan precies? Nou, dan moet je hem proeven. Maar komt het ook doordat dat velletje er zo makkelijk afgaat? Nee hoor, kwaliteit. Oh, dat is kwaliteit. Nou, haalt u er maar een stukje af voor me. Ik ga er nu ineens helemaal aan die paling hangen natuurlijk. Nou, dan doen we het toch even voor je. Ja, dan moet ik heb nog geen paling gehad. Dat is eigenlijk ook een beetje gek op een NK. Je moet hem maar afzuigen, hè. Nou, dat zullen we wel zien, meneer. Oude viesbeuk. Maar Jan, die ligt al thuis met te kijken naar hem. Net alsof ik dat niet gehoord heb. Hè? Moet je gewoon lekker ervan afhalen met je mond. Nee, lekker. Nee, ik ga er niet met mijn hoofd in zo. Wacht, nou, ik haal een stukje af. Houdt u even de microfoon vast. Nou, oké. Ik wil het ook voor je doen. Kijk, heerlijk. Nee, ik heb hem geproefd. Hij was echt heel lekker. Oh, kijk. Daar is een hele techniek voor. Ja, zo wat. Kijk. Wacht. Zie je? Ja, ik zie het. Ik ga het proeven. Kijk er even. Dat is de kwaliteit. Dat is heel lekker. Dat is echt heel lekker. Ik ben wel blij dat ik van paling hou, anders had ik een rotdag gehad vandaag. Meneer, is dat wel gezond zo met uw hoofd in die doos? Jazeker. De cardioloog zegt, ga zo door. En wat voor ogen zitten er achter die zonnebril? Blauwen, dezelfde kleur als jouwen. Waarom had u die nou op? Of is dat tegen het huilen? Voor het licht, hè. En voor de rook. Anders ben ik te huilen. Nee, je moet niet huilen. Al die huilende mannen hier, het alleen maar huilende mannen op die NK-paling roken. En hier is het leuk, want dit is gewoon een hele stoere man. Dus ik dacht, de stoerste paling roken, daar moeten we naartoe. Kom eens even hier. Zeg, hoe is het met de wedstrijd, paling? Nog goed. Die hangt er nog in. Die moet even een extra op kleur. Mag ik hem even zien? Kun je even met me mee naar de... Kun je even de ton open doen voor de wedstrijdpaling? We gaan even kijken naar de wedstrijdpaling. Dankjewel. Kijk eens even. Dat is gewoon een ouderwetse oliedrum. Want deze ziet er heel anders uit dan alle andere rookovens. Ja, gewoon een ouderwetse oliedrum. Meestal hebben we wat hogere apparatuur of wat groter. Het is gewoon een ouderwetse, simpel oliedrummetje. Eigenlijk heel eenvoudig. Met een jute zak erover en dat werkt net zo goed? Jazeker. Dat even wat rustiger aan doen met vuur. Als je een hogere kast hebt, kun je er even wat meer hit in geven. Ja. Met een olievaatje moet je toch even wat rustiger aan doen, zeg maar. Hier gewoon een klepje aan de onderkant, zeg maar. Ja. Dan stop je de hout in. Als je af en toe een beetje warmte vrij wil laten, kun je het zakje even open doen. Zo. Beetje roken. Goed. En hier zit nu de wedstrijdaal in? Ja, de wedstrijdaal in. Die andere hebben we net gerookt. Die moet even wat minder lang. Maar hier hangt het de wedstrijdaal in. Slaat hem een keel, mensen. Ja. Zo is het maar. Je hebt lekker muziek erbij. Ja. Zeg maar, deze moet je bewaken met je leven, hè? Ja, dat komt wel goed hoor. Dat redden we wel. Ga je voor de hoofdprijs of hoe? We zien het al hoe het loopt. Ah, we hebben een leuke dag en we zien. Al mijn podiumplekje is mooi meegenomen. Podiumplek? Dus hier wordt serieus. Wat is dat? Wat is dat? Dat zijn steentjes, die delen wij uit. Nou, hartstikke.
hartstikke fijn, dankjewel. Zeg, heb jij een paling op vandaag? Nee, ga ik straks doen. Heb je nog geen één paling op? Nee. Hou je wel van paling? Ja. Ja? Ja. Oh, gelukkig. Hey, en heb je ook geholpen vandaag met roken? Nog niet echt. Ik heb wel met de vissen laten... uitgedeeld. Als er dan gaat mensen ze kopen, heb ik meegeholpen. Oh, dus dat is hartstikke goed. Hey, en je hebt ook een heel bijzonder pak aan, hè? Wat is dat voor pak? Een oud pak, dat moest ik van mijn vader aan. En daar dacht ik, dat is wel leuk. En wat vond je er zelf van? Wel grappig. Het moet maar. Ja. Ja, dat heb je met zo'n vader, hè? Dan moet je pakken aan. Heren, mag ik jullie... Mag ik u even storen, meneer? Jazeker. Wat brengt u vandaag hier? Ja, paling roken en gezelligheid. En rookt u zelf ook? Ja, mee. Als ik hier doorheen loop, maar dat heeft u zelf vast ook gevoeld. Maar ik rook geen sigaar of sigaret, als je dat bedoelt. Nee, ik had het echt over de paling. Nee, ik rook mee, net als je meeroker bent. En ik vind het gezellig om hier te lopen. Ja, gezellige mensen, we hebben een beetje koude thee. En dan dat spoelt de paling wat weg. Dat absorbeert het vet wat. Dus dat is heerlijk. Nou, ik wens u nog een hele fijne dag. En niet te veel borreltjes drinken, hè? Want ik zie dat de fles al behoorlijk leeg is. U heeft het volledig mis. Het is een oud traditie, boerengebruik. Koude thee in een klein glaasje. Oké. Ik geloof u op uw woord. Goed zo, dankjewel. Fijne dag. Waar letten jullie nou allemaal op als jury? We letten natuurlijk op de kleur. Ook op de geur. Dus de houtsoort waar ze mee gerookt worden, dat kan je ruiken en proeven. Voor de rest wordt er gekeken naar het zoutgehalte. Dus die paling wordt gefileerd en dan wordt er gekeken naar het zoutgehalte van die paling. De smaak. Je kan ze er nooit allemaal proeven. Hou op, schaai uit. Het zijn 105 palingen. Daar maken we een eerste selectie van ongeveer een 25. Die dus optisch het mooist eruit zien en het best geslaagd zijn. Dat doen drie professionele rokers. Die maken deze voorstel. Okay, maar die zoeven er een beetje zo overheen? Want anders dan kan dat toch helemaal niet? Dat kan toch helemaal niet? Dat is niet zoeven. Dat zijn echt, er vinden ook discussies plaats van... Deze wel en ik vind van deze wel. En dan op een gegeven moment heb je de 25. En die 25 worden dus geproefd. En de uitslag, die wordt, wanneer wordt die bekendgemaakt? De uitslag die is om 6 uur hier in de tent. En die wordt bekendgemaakt door Daniel Dekker, de bekende Radio 2-presentator. En die houdt heel erg van paling. Nou, al deze mensen die staan hier heel zenuwachtig in de rij met hun pakje wedstrijdpaling. Nou, de spanning die begint hier te stijgen. Alle meer dan 100 deelnemers hebben hun wedstrijdpaling natuurlijk ingeleverd bij de jury. En die heeft daar in dat gebouw alles zitten proeven en bekijken en zitten knijpen en weet ik veel. En ik heb gehoord dat ze er al uit zijn. En zo meteen gaan ze het bekendmaken hier in de tent. De winnaar is... Komt uit Enkhuizen. Er vallen al een paar af. Jelle Dekkers, de winnaar. Nederlands kampioenschap en van de 2016. Hey, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Je zat toch in die oude ton met zo'n jute zak eroverheen te roken? Ja, zeker. Gewoon olie-auto, drummetje, zakje erover. Ja, in principe... Tophaling? Eenvoudige constructie. Ja, werkt altijd. Dus, Ik zou bijna zeggen, wat gaat er door je heen? Ja, moeilijk. Je hebt 2 prijzen binnen. Maar, ja, ik heb de eerste keer dat ik meedoe. Geweldig. Ja. Een hele blije winnaar hier. Heel erg gefeliciteerd en succes met het paling roken. Ja, dankjewel. Ja, iedereen wil je zoenen. Zeg, dit was Ho NH Leeft, NK paling roken. In Korte Hoef. Fantastische winnaar die op een hele ouderwetse manier nog palingen rookt. Heel veel dankjewel voor het kijken en tot het volgende evenement. En volg ons op Facebook, dat kan NH Leeft. We zitten gewoon op Facebook. Dag.